Hey jongens, joh, dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een hele leuke dag heeft. En uh, dat iedereen gewoon een leuke woensdag heeft. We zijn weer op de helft jongens. Nog twee dagen en dan is het een lekker weekend. Hey, ik wil het even hebben over een, een fragment of iets wat er is gebeurd uh, vanmiddag. Er was een persconferentie uh, van Ajax uh, met de Ajax trainer Francesco Farioli en uh, Steven Berghuis. Van, uh, vlak uh, voor de wedstrijd uh, Ajax-Panathinaikos, uh, dat is de wedstrijd van morgen. En er was dus een persconferentie die werd gehouden ja, ter voorbereiding van de wedstrijd. En um, nou ja, dan zijn er heel veel journalisten natuurlijk bij, maar ook Mike Verwij. En er zijn twee journalisten, of twee columnisten van De Telegraaf, die, waar ik een beetje moeite mee heb. En dat zijn uh, Valentijn Driessen, waar ik al eens eerder een filmpje over heb, over heb gemaakt, en Mike verwij. En uh, waarom ja, mag ik ze niet, of waarom heb ik een beetje problemen met ze... Dat heeft ermee te maken dat ze nogal stellig zijn. Um, ze zijn heel resoluut. Ze zijn heel negatief. Pessimistisch. En uh, ja, ze worden er van niks blij. Dus ze hebben nu al uh, Francesco Farioli afge afgebrand. En ze hebben heel veel kritiek geuit op uh, Jordan Henderson tot nu toe. En uh, dit gaat niet goed en dat gaat niet goed. En uh, ze vinden dat het spel van Ajax uh, tot niks leidt. Of dat, dat het spel van uh, Ajax niet attractief is. Nou, dat kan je wel zeggen en dat vind ik prima hoor. Um, dat moet je ook lekker zelf weten. Uh, ik vind het zonde, want ik vind dat Francesco Farioli echt aan het opbouwen is naar iets moois. Uh, de laatste vier wedstrijden drie clean sheets. Uh, het zijn wel met minimale uh, cijfers dat er wordt gewonnen. Dus dat kan wel beter. Alleen het is een, eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd ten opzichte van vorig jaar qua selectie. En vorig jaar eindigde Ajax natuurlijk vijfde. En werd vroeg uitgeschakeld in de Europa League en in de Conference League. Het uh, was gewoon een uh, desastreus seizoen. Uh, ja, ik blik er ook niet positief op terug. Maar uh, ja, je hoopt gewoon dat het dit jaar gewoon beter gaat. En het gaat ook wel beter. Uh, spelers maken niet meer dezelfde fout. Gewoon, er zit een plan achter. Dat, dat zie je duidelijk bij Francisco Farioli. En nu moet er gewoon eventjes uh, gespeeld worden voor resultaten. En ja, dat het niet attractief is of dat het eigenlijk niet, niet domineert tijdens een wedstrijd. En dat ze niet met klinklade, of uh, klinkende cijfers uh, winnen. Of dat ze met uh, 5 of 6-0 uh, tegenstanders van de mat spelen. Dat is nou eenmaal zo. Uh, Ajax Kroes is heel hard bezig om dat allemaal uh, goed te krijgen. Die is aan het bezuinigen sowieso in de, qua salaris bij Ajax. Ze moeten 35% terug. Dus uh, er, daar is echt veel werk in. En uh, Medisch gaat misschien weg, Forbes gaat misschien weg, Steven Bergwijn, uh, uh, Ramay. Uh. Dus er zijn Sosa, Tahirovic, Wijndal. Dus er, uh, ja, er, er speelt echt wel wat hoor bij Ajax. En uh, het is heel boeiend wat er allemaal gaat gebeuren. Maar Mike Verweij en Valentijn die zijn zo ontzettend ziekeneurig en zo aan het zijn zeiken op, op dit Ajax. En al helemaal Francisco Farioli En dat vind ik zo onterecht. Dus vandaag was er een persconferentie van Ajax tegen Panathinaikos. Dat was gewoon even van tevoren. De dag van tevoren is altijd zo. En ik was het, in de middag was ik het live aan het volgen. En uh, nou ja, er waren goede vragen gesteld door Christian Wielard onder meer. En toen was Mike Verweij woord. En Mike Verweij zei heel sceptisch of hij vroeg heel sceptisch aan uh, Francesco Farioli waarom uh, speelt Ajax niet, uh, waarom traint Ajax in de arena en niet op de toekomst. Nou, Francisco Farioli heeft daar uitgebreid op geantwoord, heel netjes geantwoord. En toen kwam de stomme vraag waar, je, waar iedereen zich kan aan irriteren: van, van mij voorbij, waarom uh, selecteer je nu wel de juiste spelers op? Of uh, ja, stel je nu wel de juiste spelers op? Stel je nu wel het sterkste elftal op? Uh, dus uh, dat slaat helemaal nergens op, want Farioli weet donders goed uh, wie die wel kan inzetten en wie die niet kan inzetten. En er zijn twee blessuregevallen. gevallen. Ik weet ook niet meer welke spelers het zijn. Maar Steven Bergwijn is weer terug in ieder geval in de Ajax selectie En uh, Francesca Farioli zegt van me van. Ja, wat wil je nou eigenlijk? Waarom vraag je dit? Waarom vraag je of ik, uh, of ik niet met de beste spelers. Uh, uh, de, niet de beste spelers opstel. Want die, uh, Mike Verweij die wil gewoon iets uitlokken. Weet je? Die wil gewoon. Voor zijn kolompje, de telegraaf. Hij wil gewoon. Uh, ja, Het is natuurlijk een beetje een sensatiekant. Hè, Telegraaf met alle respect. Uh, maar uh, hij wil gewoon sensatie zoeken met, met die vraag. Weet je? Van, uh, waarom stelt Farioli niet de sterkste elft op? En, waarom? en dan begint hij ook weer over vorig jaar uh, dat Ajax uh, geen sterk seizoen had. En daar kan Varioli gewoon iets aan doen. Weet je? En Farioli heeft gewoon even, die is erop ingegaan. Die is, die is gewoon netjes, heeft hij de, de, de vraag uh, beantwoord van, uh, van uh, Mike Verwij. En toen uh, zeiden de persvoorlichters van... Ja, dan gaan we nu door naar Lente Godijk. En dat is een uh, uh, columnist of uh, reporter van de VI. En uh, ja, toen was Francesco Farioli echt... Als je goed oplette bij die vragen van Mike Verweij vanmiddag, vanmiddag... Dan zag je echt de, de vuur in de ogen van Francesco Farioli. Hij was niet ervan gediend. Hij, he was not amused. En uh, dus... Hij ging erop door. Francisca Faioli had zoiets van... Nee, nee, we gaan niet naar het Godijk. We gaan even nog door op uh, Mike Verweijen. Waarom hij ons in vraag stelt. Waarom ik uh, niet uh, de beste spelers opstel. En uh, Dus dat was wel mooi. Want hij had nog even tien minuten... Dat hij echt uh, Mike Verweijen echt, uh, op zijn plek zette. En er, er echt een beetje gewoon... Uh, duidelijk wilde maken... Van dat hij niet gediend was van het gedrag van uh, Mike Verweijen. En... Uh, ja, je kon uh, duidelijk zien dat uh, Francisco Farioli niet gediend is van uh, Mike Verbij. En dat uh, ja, was gewoon mooi om te zien. Weet je? Ik vond het echt een klasbak. Ik vind het gewoon een klasbak uh, Francisco Farioli. Het is gewoon een bos. Het is een don, zoals je in Italië zou zeggen. Het is gewoon een gangster. Gewoon een goede gast. En uh, gewoon een baas. En, uh, hij speelt gewoon uh, goed met Ajax. En het is niet attractief. Het is niet dat ze met 5-0 spelers uh, Met winnen. Dat is het allemaal niet. Het gaat allemaal best wel uh, met de hak over de sloot. Maar er zit weer een idee achter. En Ajax-spelers zijn ook weer tevreden. Je ziet dat er. Als ik filmpjes kijk van de Ajax-selectie. zie ik dat er een goede sfeer hangt in de, in de lucht. En er, zi er zit een goede sfeer in het, in het team. En er zitten spelers die spelen met, met een goede kop op. Het zijn slimme, intelligente jongens. En. Uh, ja, er zit gewoon een plan achter. En dat, dat gaat tot nu toe gaat het nog best wel goed, weet je? Want tegen Vojvodina werd er gewonnen. tegen Herenveen werd er gewonnen. Er werd uitgewonnen van Panathinaikos. Dus het gaat allemaal wel weer beter. En dan komt zo'n zure. Zure uh, journalist van de Telegraaf uh, mij voorbij van waarom stel je niet je beste selectie op? Of uh, waarom, waarom stel je niet de beste spelers uh, op? Waarop uh, Francisco, Francisco Faioli terecht heeft, heeft gezegd: ja, wat, welke, welke spelers moet ik dan opstellen? Natuurlijk ga ik altijd met mijn beste spelers uh, stel ik op en uh, doe ik in de basis. En uh, als er blessures zijn, ja, dan gaat het nou eenmaal niet uh, van een leidakje. Maar ja, nou, in ieder geval, ik vond het, zo, ik vond het gewoon heel vet. Toen die persverlichter de beurt aan Lendy Goudijk gaf van de VI, dat uh, Francisco Farioli gewoon doorging op uh, dat verhaal van uh, Mike Verweij. En dat vond ik gewoon vet. Want Mike Verweij en Valentijn Driessen die hebben gewoon echt uh, Francisco Farioli en het huidige Ajax, onder meer Jordan Hansen afgebrand, afgekraakt. Allemaal in hun krantje. En nu waren ze eventjes. Uh, ja, nu moesten ze eventjes. Uh, met de. Uh, ja, met de, 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 met de billen op de blarenband. Ja, sorry, ik kom even niet uit mijn woorden, jongens. sorry. Excuses. Maar uh, de wisse moet op de blaren zitten, dat is wat ik wil zeggen. En dat was een beetje het geval bij uh, Mike Voorwij. En uh, hopelijk dat hij ook eens keer Valentijn en op zijn plek zet. Als, uh, als hij uh, vragen stelt, als hij domme vragen zet, stelt uh, bij een uh, persconferentie. Want, uh, ja, Francisco Fajoli. Uh, laten hun niet over hem heen lopen. En dat vind ik gewoon heel vet. Ik vind het gewoon echt. Heel tof dat hij, zo, dat hij zijn grenzen laat zien. En uh, dat hij zijn grenzen stelt. En dat hij gewoon zoiets heeft van: Ja, oké, okay, uh, Mike Verwij van de Telegraaf. Je hebt hem, van tevoren heb je hem al afgekraakt. Heb je mijn plan met Ajax al afgekraakt? Je weet het altijd beter. En dat uh, Mike Verwij echt op zijn plek is gezet. Dat vond ik echt heel mooi. En ik heb de reacties gelezen op, uh, bij, bij de Ajax live-chat van, uh, vanmiddag. En iedereen vond het mooi dat uh, Mike Verwij uh, even sprakeloos was. Want uh, Mike Verwij ging zich natuurlijk uh, verdedigen. Hè? En dan begon hij met uh, over vorig jaar zo, hè, dat er niet de beste spelers werden opgesteld. Nou, ik weet niet. Francisco Farioli kan er helemaal niks mee, want Francisco Farioli was er vorig jaar niet. Dus dan moet hij ook gewoon weten, die Mike voor voorbij. En, eh. Uh, they judge at book by its cover, weet je? Ze zijn, bij de Telegraaf zijn ze nu al. Uh, weet ze nu al alles beter bij hoe, uh, hoe het IJs gaat vergaan uh, dit seizoen. Ze weten het nu al allemaal beter. En, uh, nou ja, Francisco Farioli was gewoon echt. Heel erg uh, top. Uh, was echt goed bezig. Uh, tenminste, in, Vandaag bij die persconferentie van uh, Ajax tegen Panathinaikos. En St Steven, uh, Steven Berghuis zei ook alleen maar uh, zinvolle dingen. Uh, is gewoon een hele wijze jongen. Uh, ontzettend veel ervaring met journalisten. Dat, dat is wel duidelijk te zien. Heeft ook wel wat mediatraining gehad. Dat is ook duidelijk te zien. Maar ja, ik vond het een goede persconferentie. En uh, ja, Lenten Godijk van de VI die stelde ook weer goede vragen. Dat is altijd zo. Dat is een Ajax-watcher. En die doet gewoon altijd goed zijn werk. Maar het was gewoon mooi om te zien dat Mike Verwijt uh, even sprakeloos was. toen uh, Francesco Varioli erop doorging. En uh, nou, hij kwam gewoon niet lekker meer uit zijn woorden. En, uh, ik hou helemaal niet van pesten, jongens. En helemaal niet van plagen of van gro groepsgedrag. Mocht je dat denken dat ik het mooi vind dat, uh, ja, dat uh, Francesco Varioli en Mike Verwijt te, te, te kakken zet of zo. Dat ik daar helemaal van geniet. Maar ja, het is wel een beetje uh, uh, karma. Het is wel een beetje karma. Want uh, om eerlijk te zijn. Hebben zij, um, Mike Verweij en Fanta Dries, hebben uh, Francisca Farioli vanaf het begin van het seizoen al afgekaakt. Voordat Ajax überhaupt een wedstrijd had, had gespeeld. Dus het was even karma. En ik, ik vond het mooi. Ik heb, uh, ik heb ervan genoten. Dus dat wilde ik even zeggen, jongens. Uh, het was mooi dat uh, Francisca Farioli, de baas, dat die uh, Mike Verweij van Telegraaf op zijn plek zette. Top. Oké, okay, jongens, even hey, bedankt voor het kijken van deze video. Hè? Ik, jullie, ik zie jullie bij de volgende. Oké, okay, jongens, later. Ciao, ciao. Doei doei.